Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een video waarvan ik niet had verwacht dat ik deze ooit nog zou maken. Vandaag ga ik kijken naar het WK vrouwenvoetbal en daarbij een paar fails, maar ook een paar mooie goals. Maar ik had niet verwacht dat ik het nog zou maken, aangezien vroeger was ik natuurlijk een vervent fan. Alleen, ik had verwacht dat het in de tussentijd wel dusdanig ontwikkeld te zijn dat er eigenlijk geen leuke content meer aan over maken is. Als in, ik ga ook geen content maken over het mannen-WK. Nou, wat is daar nou aan? Ik stond dus even op en ik zag dat ik 4 jaar geleden al een reageer op vrouwenvoetbal heb gemaakt. En ook 4 jaar geleden reageer op het vrouwen-WK. Vandaag is het zover. Ik heb deze vraag denk ik wel 1000 keer gehad. Koen, ga even naar de kapper. En moet je kijken, ik ben naar de kapper, ik heb nu geen gel en of iets, maar het is nu wel... Oh, die haarlijn. Soms word ik er nog zwetend van wakker, Wat? Hier dacht ik nog van, ik ga nooit kaal worden. Maar je ziet hem daar al beginnen, die inham, die verdomde inham. Oi. Daarnaast kreeg ik ook veel de vraag. Koen, kan ik op jouw kanaal abonneren? Ja, dat kan. Doe het even beneden. Leuke grap. Wat een jonge kop, zeg maar. Dit is dan ook 7 juli 2019, dat is dus meer dan 4 jaar geleden. Nou, en we doen nog steeds precies hetzelfde. Oh, maar voordat ik het vergeet... Man, ik moet naar kantoor. Ik moet nog even naar kantoor. Mattie zit op mij te wachten volgens mij. Hey man, wat doe je hier? Hey man, ik ben aan het wachten tot de gewagen tegenstander mij uitdaagt op Matchmaster. Nee joh! Ik kan er geen vinden. Matchmaster, dat is een gekke spel. Ja? Ken je dat ook? Matchmaster is de allerleukste PvP game ter wereld. En wij gaan zo met de potje tegen elkaar spelen. Het doel bij Matchmaster is dat je je tegenstander verslaat uiteraard. En zoveel mogelijk sterren verzamelt. En zeker in ons toernooi, namelijk de Bankzitters Epic Star Race. Wat man, wij met Bankzitters hebben dus een eigen toernooi gekregen. Als enige creator in Nederland komt. Ja. Stoer! Als je als eerste wordt, heb je 7500 munten. Die hebben we wel nodig. Ja, die hebben we hartstikke nodig. Dus laten wij een potje tegen elkaar gaan spelen. Dan kunnen mensen gelijk zien hoe het is. Zal ik eens even laten zien hoe het is. Jij wil beginnen, Matt. Ik wil beginnen. Ik weet meteen wat ik ga doen. Ja? Ik ga meteen winnen. Extra move! En weer een extra move! My turn. Extra move! Niet meteen kijken, maar volgens mij is je tijd bijna om. Extra move! Octopus! Misschien sta ik een beetje achter. Ja, misschien wel. Misschien heb je, ben je ook gewoon echt heel slecht. Extra! Nog eentje, daar ben ik er hoor. Ja, nog eentje, ja. Zo, aardige punt dit, man. Boom! Comeback! Joehoe! Zo, wat is dit? Dat is de hamster. Wat is dit? Dat is Hamtaro van Enzo Knol. Hij is overleden, inshallah. Ik sta voor! Ja, maar kijk nou. Doe ik deze extra move. It's time for the octopus. Matt, nu weet je het wel, hè? Nu is het einde verhaal. Oké, Matt, is goed. Ga je maar proberen 50 punten te halen deze ronde. Komt die activate! Hamtaro! Hij is een engel, hij is overleden. Oh mijn god, nee! Nog maar 15 punten! Nee! Ik ga even mijn highscore, Matt, als je het niet erg vindt. Hoppakee, pakken we deze ook nog even mee. Mijn highscore is 28.000. Ja, ik ben je zo uit dat vernederen dat ik het eigenlijk zielig vind. Matt, gefeliciteerd, ik heb het 110 punten gewonnen. Je hebt het goed gedaan. Bro, we stonden nog gelijk voor jouw laatste ronde. Mensen, download Matchmaster via de link in de beschrijving. Join de Bankzitters Epic Star Race. En wie weet, word jij wel eerst, dan krijg je 7500 coins. We beginnen met een video die dus gaat over de fails. Ik ben benieuwd, ik heb het nog niet gezien. Oké, perfect ball clearance. No one in support. Ja, maar ja, kijk, in principe, de bal is wel weg. En dit kan in mannenvoetbal ook nog wel gebeuren. Niet vaak, maar kan. Het ding is natuurlijk wel wat je moet bedenken. Het is natuurlijk wel het WK. Ja. Het is eigenlijk het beste toernooi wat er is. Nou ja, een soort van. Dat zij vallen over de eigen keeper is wel mooi. Dat vind ik wel. Keepster. Finishing Masters. Oké. Okay. Ja, ik moet lachen, want ik denk van ja, dit kan natuurlijk iedereen overkomen. Beautiful goals. Keepertje. Oh ja, zijn eigen goal. Nou, die heb ik ook regelmatig gezien bij het mannenvoetbal. Tot nu toe weinig waarvan ik denk, dit is echt alleen voor vrouwenvoetbal een probleem. Oh, we zijn niet klaar. Oh, dat is weer een eigen goal. Oké. De keeper is wel... die doet helemaal niks. Extraordinary tackles. Dit is een zwalbe. Keeper. Oh, keepertje. En die gaat nooit in. Nee. Dat is een mooi verdediger trouwens, die clearance. Dit is niet lekker dit. Mag gewoon met de handen waarschijnlijk. Nee, niet echt lekker. Dit is wel goed gedaan, maar die bal is er nooit in gegaan trouwens. Maar echt, even serieus. Hoe ver zit je ernaast? Dit is niet normaal. Je zit er gewoon een meter naast. Oké. Oei. Ja. Maar, ja. Oké. Hoe was attacking? Ik heb er ook nog een paar mooie opgeslagen op mijn TikTok. Volg mij nog niet op TikTok. Volg mij. Ik heet Hutskoen. Deze eerste wil ik gewoon even voor jullie kijken. Ik vind dit dus echt mooi. Omdat ik deze zag en ik dacht, what the fuck. Dit heeft niks met WK te maken, maar wel met vrouwenvoetbal. Dan heb ik een keeper die schiet de bal uit. Ja, en je moet een beetje kijken wie denkt dat bij de keeper hoort. Rood of blauw? Het is dus blauw. Maar ik dacht dus dat het rood was. Want ik dacht, de verdediging staat er gewoon. En ik dacht, die paas is... Maar het is dus blauw. En die keeper doet dus eigenlijk niet zoveel fout. Die paast die bal in. Maar die verdediger krijgt gewoon complete error. Die paast hem gewoon naar een andere speler. Ja, nou, dit vind ik dus echt een leuk film. Dit waren de highlights van Japan tegen Costa Rica. Ze begonnen ook mooi.
Dat die speler zeg maar die bal wegschiet, waardoor die andere speler kaart heeft die geen aanschiet. Maar ook dit. Ik heb PSV tegen Stormgras gekeken. En toen deed die Van Aanholt, die nakte de goal van die Bakayoko. Dat wordt in principe hetzelfde, was ook buitenspel. Dus ja. Okay, dan gaan we nu even kijken naar de best goals in Women World Cup Group Stage. Want die vrije trap die je hier ziet is namelijk oprecht niet normaal. Eerst is Argentinië. Ja, screamer. Absolute screamer. Het is zeg maar dit WK. Of het is echt een zieke faal. Daar komen ze ook nog wel op. Ik heb ook een Nederland eentje niet normaal. Of het is echt een absolute wereldgoal. En ik vind dat verschil vind ik prachtig. Caicedo van Colombia. Ja, prachtige actie. Schitterend binnenschoot. Je kan je twijfels hebben naar hoe de keeper hier staat opgesteld. Daar zou je twijfels over kunnen hebben. Ze dekt wel goed de korte hoek af. Maar de lange hoek ligt wel redelijk open, moet ik zeggen. En ik natuurlijk als een ongelooflijk kenner van voetbal weet dat je iets meer in het midden van je doel moet gaan staan. Oh, als maar een klein beetje. Weer L. James in Engeland. Ja, schitterend. Prachtig. Goeie goal. Bij Engeland speelt er als iemand die heet Russo. Nou, dat vind ik mooi. Hier bij Panama. Dit vind ik echt een bizarre goal. De nummer 10 van Panama. Ik betwijfel of de nummer 10 van Panama van de mannen de bal zo binnen kan schieten. Echt niet normaal deze vrije trap. Gewoon in het kruis. Echt schitterend. Moet je deze herhaling zien. Echt niet normaal. Ah nou, een hele fijne herhaling. Dat is echt leuk om te zien. Dankjewel. Hier een Ierse goal. Oh, de corner in één keer erin. Oké. Nou, dat is op het WK van mannen denk ik nog nooit gebeurd. Maar wel goed gedaan. Heb je al één keer die vrije trap? Ja, deze is echt niet normaal. Kijk nou, kijk nou, kijk nou. Bizar. Als Messi dit doet, gaat hij de wereld over. Zie je, ik kan ook positief zijn. Kan. Een leuke kleine meme tussendoor. What are they protecting? Ja, leuk. Nou denk ik, als je een bal tegen de v*** krijgt, dat dat ook niet lekker is. Dit moment, wat jullie nu gaan kijken. Ik was uit met Rut, Matt, Roel en Milo. En Matt en ik sliepen bij Rut, anders moesten we nog helemaal naar huis. We hadden geen zin in. Dus nou, wij uit in Utrecht. Toen we daarna nog even wat eten daar. Toen kwamen we thuis en ik lag met Rut in bed. En zei Rut, kom, we gaan nog even Nederland tegen Zuid-Afrika kijken. En wij gingen kijken in ongeveer de 60ste minuut. De wedstrijd begon om 4, dus het was 4:15 of zo denk ik. 4:15 bij Janke, dus die tv aanstaat. Al 1-0, nou is het zo half zo te kijken. Van, en toen ineens gebeurde dus dit. Ja, en als dat zeg maar het allereerste is wat je zeg maar van het WK ziet, dan word je dus echt heel verdrietig. Dan denk je echt, jezus. Maar ik vraag me dan ook af. Ten eerste slaat het nergens op dat je hier schiet, want er rent gewoon iemand mee. Ten tweede, die bal was er niet ingegaan als de keeper niet aangezet had. Dat weet ik echt 100% zeker. Maar wat ik dus ook denk, als je scoort zo'n goal, ben je dan blij? Of denk je, als in van, dit is wel, ja, je bent denk ik wel blij, want je hebt wel gescoord. Maar aan de andere kant denk je ook van, ja, dit gaat er de wereld over. En we staan er van met het hele sport en zo. Ja, dat is wel gewoon kut, denk ik, lijkt mij. We zijn nu dus aangekomen bij de round of 16. Dit was een mooie eigen goal. Dit wat we nu bij de kwartfinale zijn. Laat staan wat er allemaal nog gaat gebeuren. Of verwacht je dat het niveau natuurlijk hoger wordt, maar dat betwijfel ik. Ja, weet je wat het is? Zo'n eigen goal kan ook gemaakt worden bij de mannen. Maar er worden zoveel van dit soort dingen gebeuren er in 1 WK. Ja, schitterend. Dit is trouwens ook een mooi filmpje. Dit is Panama tegen Frankrijk. Staan ze 2-5 achter. En dan scoren ze hier de 3-5. Wereldgoal. En ze gaan gewoon helemaal los. Terwijl 3-5 staat. Maar voor hun is het zo mooi dat ze gewoon zoveel scoren tegen Frankrijk, denk ik. Dat ze gewoon zo blij zijn. Kijk, dan brengt voetbal echt bij elkaar. Ik vind dat prachtig om te zien. Ze hebben dit. Zwitserland tegen Spanje. In de 10e minuut. Die Spanjaard denkt, weet je, ik geef even een balletje terug op de keeper. Nou, wat kan daar fout gaan, zou je zeggen? Kijk. Nou ja, behalve dat ze waarschijnlijk nog nooit zo hard een bal heeft geraakt, zie je hem sowieso maar langs de keeper in het goal. Ja, dit is dus echt op het WK, mensen, waar we hier naar zitten te kijken. Kijk nog één keer. Kijk die bal terug. Langs de keeper. Niet door. En hier hebben we er nog één. Dus Engeland tegen, ja, een land met een rood shirt. Misschien weer Zwitserland. Dus een bal. De keeper. Ja, dit is echt ongelooflijk wat de keeper daar aan het doen is. Ik heb echt geen flauw idee wat de keeper hier aan het doen is. Maar het is in ieder geval niet best. Die heeft gewoon een soort van, die denkt van, ja, ik ga nu uitkomen. En ik dacht van, nu mag ik mijn handen niet meer gebruiken. Dan ren ik maar volledig langs de bal. Ja, het is echt heel slecht. Dit is echt heel slecht. Hier nog eentje op het WK. Dit is Japan, denk ik. Dit is ook niet bepaald lekker. Ze hebben ook een paasje terug op de keeper. Maar wel vrij hard. En de keeper kan ze helemaal niet buiten. Dus eigenlijk goal. Ja, oh, dit is zeker. Dit is Italië. Eigenlijk is voor mij de regel dat je nooit binnen je doelpalen mag terugspelen. Want dan kan dit dus gebeuren. Altijd, dan is het de maximaal corner. Daar had zij scheid aan. Ze kijkt ook niet, man. Ze kijkt ook helemaal niet. Man, man, man. Dit vind ik trouwens wel schattig, dit filmpje. Om ook nog even een positieve noot aan te halen, mensen. Uiteindelijk gaat het om dat mensen plezier hebben. Maar dat equal pay staat helemaal nergens op. Ik wil even mijn mening geven over equal pay. Kijk, weet je wat het is? Ik vind het best eerlijk dat er equal wordt betaald op basis van hoeveel er binnenkomt. Ik las laatst dat de vrouw werd iets van 20% van het geld wat verdiend werd uitgegeven aan de vrouwen. En bij mannen maar 7%. En alsnog zit er zo'n groot verschil tussen mannen en vrouwen dat ik echt denk van dat is wel
Ja, wel interessant. Het lijkt me gewoon logisch dat je gewoon op basis van een percentage wat er binnenkomt, dat je betaald wordt. Dat is bij iedereen zo. Maar ja, het argument van de vrouwenvoetbalorganisatie is natuurlijk dat ze evenveel werk erin stoppen. En dat ze even hard trainen als de mannen. Maar ja, als ik even hard ga trainen, als dat de mannen doen, dan kan ik ook nog steeds niet voetballen. Dan krijg ik ook geen paar miljoen op mijn rekening. Ondanks dat ik misschien dan wel heel hard train en speel. Ik wil jullie nog even een filmpje laten zien. Dat is deze vrouw. Dit is voor mij niet op het WK, maar ik vond het wel een mooi filmpje. Die scoorde een absolute wereldgoal, vol in het kruis. En die durfde niet te juichen. Die is helemaal, wordt helemaal verlegen. Dat vind ik lief. Dat is schattig. Dames en heren, ik hoop jullie genoten hebben. Vond je het leuk? Laat zeker een duim omhoog achter. Download Mass Masters, link in de beschrijving. Join de bankzitters Epic Star Race. En zie ik je bij de volgende video. Later.